loosappige leerlingetjes van Justus Pergament. Dus welkom bij een gloednieuwe vlog op ons kanaal. Het is namelijk vakantie. Ik ben in Frankrijk en ja, het is best wel leuk. Je ziet aan mijn gezicht dat ik een beetje verbrand ben. Ja, het is erg rood. Ik heb een monstertje erbij, dus ik denk dat alles goed gaat komen. Als goed is hebben jullie net wat beelden van de reis gezien. Ik ben nu 3 dagen, denk ik. En nu ga ik een beetje laten zien hoe de camping er hier uitziet. Ga ik ook op stukken lopen waar ik eigenlijk nog niet ben geweest. En dan gaan jullie lekker met mij mee. Kijk, het is hier echt, het is nog best wel groot. Als je bij ons zit, ik ben eigenlijk bij onze tent geweest. En verder ben ik bij het zwembad en het restaurant en zo geweest. Maar er zijn nog veel meer plaatsen. Ik zie wel dat alles heel erg uit elkaar gelegen is. En ik merk ook dat hier veel meer muggen zijn dan bij onze tent. Dat komt misschien ook omdat wij zo'n spray hebben. Even kijken, ik loop hier even naar boven zometeen. En dan kan ik jullie een beetje de restaurantje en de zwembad laten zien. Hier is het speeltuintje waar nu kindertjes aan het spelen zijn. Loop even naar het zwembad toe. En dan laat ik jullie een beetje zien hoe het zwembad eruit ziet. Daar zijn ze ook voetbal aan het kijken, dat ga ik ook nog eventjes doen. Er loopt een bruggetje van het zwembad, daar heb je nog glijbanen. Hier zitten niet zo heel veel mensen. Eigenlijk heb ik daar nog helemaal niemand gezien. Ga je zo omheen lopen. En dan kom je hier uit. En hier ben ik eerlijk gezegd nog nooit geweest. Dus we gaan even kijken. Een kampeerder. Ik kan hier nog een stukje heen. Maar in de verte zie ik wel wat interessant. We gaan eens eventjes kijken. Ik moet mijn telefoon echt op een rare manier vasthouden. Zodat jullie mij ook nog kunnen verstaan. Anders zit ik voor die microfoon met mijn hand. Even kijken. Oh, het is hier best mooi. Kijk, hier een of andere veld waar ze in ieder geval iets laten groeien. Ik heb geen idee wat, eerlijk gezegd. En hier beneden zal je ook wel leuke dingetjes hebben. Ik zie in ieder geval zo'n glamping tent. Dat zou jullie echt eens moeten doen, alleen. Het is bijna net zo duur, of misschien wel duurder dan een normale hotelkamer in een goed hotel, zeg maar. We kunnen even kijken. Hier, dat is echt een massief ding. We hebben ook een boxspringbed en zo in. Dus dat is wel echt heel vet. Hier heb je nog allemaal normale caravannetjes. Dat is te leuk gezegd zo. Hier is een beetje heuvel op. Daar moet je echt heel ver omhoog lopen. Ik zie dat het licht niet heel scherp is voor jullie. Hier is ook een hele lange straat. Ik ga die eens volgen. Ik ben benieuwd waar ik dan uitkom. Zeer benieuwd waar deze trap uitkomt, dus daar loop ik even op. Even, die kunnen jullie ook zien. Kijk eens aan, wat een huge is trap. Kijk wat hier allemaal naartoe loopt. Stomme spinnenwebben ben ik al doorheen gelopen, zie ik. Zal niet vaak gebruikt worden deze trap. Ik ga ervan uit dat we zo naar rechts moeten om bij mijn plaats aan te komen. Dus, dan gaan we dat maar doen. Even kijken. Ja, ik denk dat we op de goede weg zitten. Ik ben nu echt verdwaald. We moeten die kant op, denk ik. Even kijken. Nou, we zien jullie zo weer terug. Nu bij onze tent aan om het hoekje, volgens mij. Oh nee. Ik ben helemaal verdwaald, joh. Moeten we hier naar boven dan? Oh, daar is het. Kijk, wat mooi. Dat is onze tent. Zo, daar zitten we dan voor de tent. Ik ben een beetje van het weer aan het genieten. Het is nu zondag. Ik ben er nu een weekje ongeveer. En nee, iets meer dan een week zelfs al. Een week en een dag. Dat is toch wel de moeite waard. Ik zit hier met een lekker monstertje. Niet zomaar een monstertje, een mega monster. Die hersluitbaar is. Dus dat is wel fijn. Nu hoef ik het niet in één keer op te drinken. Maar hij is toch lekker mega. Weer iets nieuws voor mijn collectie. En ik heb hier ook mijn UDS. Waar ik... Professor Layton nu op speel. Soms speel ik Pokémon, soms Mario. Maar nu op dit moment even Professor Layton in de erfenis van Azran. Zeker een aanrader. En ja, dat is wat ik hier een beetje doe. Straks misschien nog even zwemmen, voetbal kijken. Dus gaat wel helemaal goed komen. Kijk, dit is mijn uitzicht. Dat is best wel nice, toch? Lekker weertje. Lekker met mijn voeten op de stoel. Misschien even korte broek aantrekken straks. En ja, dat gaat allemaal goed komen. Het zit hier wel vol met muggen. Dat is wel een beetje jammer. Maar voor de rest, is het zeker te doen.
Zeker. Dus nou, ik ga van mijn monstertje genieten en zie ik jullie bij het volgende shot.